Mike, het is nog 2 dagen voor de wedstrijd. Hoe voel jij je? Ik voel me geweldig. Ja? Ja, natuurlijk. Ik leef voor dit soort dagen. Ja, heerlijk, hè? Dit zijn de krenten uit de pap, weet je niet. Dan kan je echt laten zien eigenlijk wat je waard bent. En het is niet alleen Badr. Ik bedoel, ook Aramchuk vecht een hele belangrijke partij. Masarov vecht een hele grote partij. Het is ook op de wereld groot, maar ook in Nederland leeft het. En natuurlijk Antonio Plazibat, die gooien ze even in het diepe tegen Javon Wilnis. Even kijken of hij kan zwemmen. De grote jongens. Maar hij doet het heel goed. Hij doet het heel goed. Zijn laatste pot heb ik gezien, hij doet het ontzettend goed. Ja. Maar ik ga ook meteen vragen, want ik, hoe het met jou gaat, dat geloof ik wel. Ja. Hoe is het met Badr? Oh, goed. Ja? Oh, goed, ja. Helemaal ontspannen? Net nog aan de telefoon. En, we zijn ervan overtuigd dat we hem gaan beuken. Dus dat, weet je, dat is ook wel iets wat je moet hebben, dat zal je ook wel eens weten. Kijk, vroeger, als we naar Japan gingen, weet je, je had nooit een ding in je hoofd. Je van, misschien kunnen we wel een keer verliezen vandaag. Weet je, dit weekend gaat hem even niet worden misschien, weet je. Dus je denkt van, oké. Ja. Snap je? Maar, dat hebben we helemaal niet. We gaan gewoon weer die oude wedstrijd naartoe, weet je. En, ik ga niet vragen naar de strategie, maar... Is er iets veranderd in vergelijking met 2016, wat jullie nu anders aangepakt? Nou ja, hij heeft het zelf veranderd natuurlijk. Hij is ver van tevoren gaan trainen. Normaal gesproken kan ik met allemaal kunst en vliegwerk om hem toch weer fit te krijgen. En toch goed voor de wedstrijd te krijgen en dat soort dingen. En dat ging ook altijd goed. Hè? Want, en nu heeft hij het veranderd. Hij zegt gewoon, ik wil gewoon fit van tevoren zijn. Ik heb de laatste wedstrijd van Rico tegen Badr heb ik geanalyseerd. Ik heb er naar gekeken. Badr kwam er enigszins verrassend eruit dat hij niet meteen erop klapte. En dat vond ik, in mijn ogen vond ik dat heel goed. Want hij was lekker aan het tikken met zijn jab. En af en toe met zijn rechts eroverheen. Waardoor hij het heel makkelijk of heel moeilijk maakte voor Rico. Ik verwacht persoonlijk eigenlijk gewoon weer dezelfde strategie. En dat hij daarmee gaat winnen. Maar daarom is de strategie. De strategie, de kunst van de strategie is het doorbreken van anders de strategie. Ja, en ja. En gaat het dat om worden? We hebben weer een ander soort aanpak. En we gaan het zien. Of het werkt, weet je niet. Dat is, kijk, voor een trainer zijn, ik kom altijd erbij en zeg ik, hey, Laas, ik heb het volgende bedacht. Ja. En dan gaat hij luisteren en zeg ik, en dan moet het even zo doen en zo doen. Maar ten eerste moet hij het nog maar even doen, hij moet er ook in geloven. Uh-huh. Nou, meestal, hij gaat er altijd blind op. Ja. Als ik tegen hem zeg, je moet zo doen of we gaan dit doen. Bijvoorbeeld tegen Vartosa, ik zeg, luister, deze man die moeten we gewoon kort houden. Ja. Ik zeg, je gaat hem opdrijven. Dan geef je hem een jab, een strakke jab, maar meteen een low kick erachteraan en dan meteen weer een low kick. Ja. Dus dat is goed. Maar waarom eigenlijk? Ik zeg, dan krijgt hij de been niet meer omhoog. Even 30 seconden en dan gaan we hem drijven. Ja. Nou, dat ging goed en op een gegeven moment, ik zeg, als het de tijd daar is, in het midden van de ring, moet je hem een hoge trap geven. Ja. Uit de combinatie hoeft niet eens raak te zijn. Ik zeg, omdat hij dit met die hoge trap is en als iemand anders hem een hoge trap geeft, meteen paniek. Ja. En dat was ook zo. En ik dacht, en als het dan zo ver is, dan moeten we er meteen op. Klaar. Nou, dat werkte. Snap je? Dus dat soort dingen, weet je, daar denk ik wel heel veel aan. Dat geef ik aan hem door. Maar hij voelt het meestal uit. Wat denk je dat er nu door hem heen gaat? Want we hebben door iedere vechter heen gehad natuurlijk. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk altijd een beetje je twijfels, maar dat wordt overheerst door je zelfvertrouwen. Hè? Kijk, je weet als geen ander, als je huiswerk gedaan hebt en je gaat naar school toe en de meisje zegt, overhoring. Geen probleem. Oké, kom maar. Ja. Nou, maar dat is nu ook het geval. En jij hebt sommigen die denken, nou... Ja, mag ik nog even naar de wc? Ja, toch? Of kan ik niet een andere keer? Krijgen we nog een herkansing? Nee, maar dat heb je met kickboxing, niet herkansingen. Deze wedstrijd, ik denk dat alle vragen wel gesteld zijn. Na deze wedstrijd, wat is het dan? Staat er al iets op de planning? Nee. Kijk, met een vechter als Badr moet je van wedstrijd tot wedstrijd leven. Ja. Dan kan zo meteen een hele grote, stoere gozer ergens uit Amerika of Rusland opstaan. Maar we hebben ook in Nederland eentje grote, stoere. Ja, Jamal? Die hebben we ook.
Tuurlijk, en als de tijd rijp is, zal het best gebeuren. Er is nog niets over gezegd van als deze wedstrijd gewonnen of verloren wordt, staat nog niks op contract van wat hierna gaat gebeuren. Nee, alleen dat we over een maand of 5, 6 weer moeten vechten. Dat is eigenlijk het enige. En waar weten we ook nog niet. Uh-huh. En alles hangt een beetje hier vanaf natuurlijk. Uh-huh. Kijk, als het natuurlijk 1-1 wordt, dan heb je volgend jaar een arena misschien. Daar heb ik meteen op gedoeld. Ik zeg jongens, laat Badr alsjeblieft winnen zodat er nog een derde wedstrijd komt. Want ja, ik ben ook gewoon heel eerlijk. Als Badr verliest, is die derde wedstrijd gewoon minder aantrekkelijk. Vind ik. Maar misschien moet jij me daarin corrigeren. Nee, ik weet het niet. Kijk, om even terug te gaan naar voetballen. Ja. Kijk, Ajax Feyenoord blijft altijd een goede wedstrijd. Ja. Snap je? Ja. En zo zijn er nog meer van dat soort wedstrijden. Die blijven gewoon altijd goed. Ja. En die blijven gewoon altijd aantrekkelijk. Maar voor het hele plaatje, voor de marketing, de strategie wat erachter zit natuurlijk. En om zo meteen natuurlijk misschien 60 tot 70.000 mensen in de Amsterdam Arena te krijgen. Wat eigenlijk al helemaal met een concert gebeurt van de Rolling Stones of zo. Snap je? Dus om dat dan met kickboksen te doen, hè? Want je moet het ook niet vergeten, we komen uit het Zonnehaas. Uh-huh. Als er 800 man waren, dan was het hey jongens, woe! Ja, oh, ik ben zenuwachtig, man! Ja, ja, ja. Kijk, die 800 mensen. En nu staan er dan bijna 30.000 en dan misschien de volgende keer bijna 60.000. Ja. En dan gaan steeds meer BN'ers gaan zich ermee bemoeien. Ik hoorde ook vandaag op bij Giel Beulen. Wie ben je, Team Rico of Team Badr? Dan gaat hij allemaal mensen vragen. Nou ja, oké, die gaan zich ermee bemoeien. Dus dat betekent dat er ook een ander soort mensen, bijvoorbeeld je bent fan van een acteur. Ja. En opeens gaat die zich daarmee bemoeien. Dan denk je, nou, ik ga ook even kijken. Ja, ja. Nou, en dat is alleen maar goed voor de sport. Hè? Want het is natuurlijk een hele ondergewaardeerde sport. Er wordt altijd een beetje op neergekeken. Ja, want we waren er ook niet bij NSC en NSF Sportman van het Jaar. Nee. Dat is soms wel jammer. Voel je daardoor... Ja, voel je hier en daar de pijn? Dat deze sport toch niet op een bepaalde, bepaalde aandacht krijgt die hij verdient. Als je kijkt naar schaatsen, dan zit er gewoon niemand op de tribune. En hier zitten er toch 30.000. Ja. In Japan staat er misschien wel 70.000. Ja. Dus ja. Nee, voel je de pijn? Nee. Nou, het is niet zozeer de pijn, het is ondergewaardeerd, weet je niet. Het is natuurlijk, als je ergens binnenkomt, wat doe jij? Dus ik zei, ik ben trainer. wat train je dan? Ja, kickboksen en zo. En zo. Ja. Oh. Je zou vast agressief ja. zijn. Ja, ik weet het niet. ze komen natuurlijk altijd. Het hoort erbij. Weet je niet, heel lang een boks in een verdomhoekje gezeten. En nou, kickboksen het even overgenomen. En ik ben ervan overtuigd dat als we zo meteen 3 jaar verder zijn, dat het een heel andere sport is. En ik vind ook gewoon, kijk. Met alle respect natuurlijk, Rico, die al 6 jaar kampioen is, die had natuurlijk helemaal niet mis plaats gestaan tussen de sportman van het jaar, bijvoorbeeld. Hè? Dus, Badr is het wel geweest in Marokko, dat weet ik wel. Ja. Een paar ontscheidingen daarvoor gehad. Mm-hmm. Maar dat is een heel ander land, andere cultuur. Dus misschien moeten we er even aan wennen. Even de tijd geven. Ja, ik heb ook af en toe het gevoel dat Nederland af en toe gewoon achterloopt. Want de sport die wij beoefenen is al zo lang al bekend, geweldig in allerlei andere landen. Ja. En nu pas wordt het een beetje een soort van gewaardeerd hier in Nederland. Ja. En nu pas worden we... Terwijl toch de grootste komen uit Nederland. Ja de beste vechters komen hier vandaan. Hoeveel Kains zijn er geweest? En Mark Hunt heb gewoon een keer. Ja. En hoe heet die? En Branko heb een keer gewonnen. En dan haalt het op. Voor de rest tel je alleen maar Nederlanders. Ja. Ja, zonde. Gemiste kans. Ja. Maar goed, even terug naar Badr en Rico. Kijk jij wel eens naar de andere kant? Kijk jij wel eens naar Rico, hoe hij het doet? En pas jij daar je strategie op? Ja, je weet het, ik hou alles in de gaten. Dat is mijn werk. Ja, dat is mijn werk dus. Nee, ik heb zelf ook documentaire gekeken van Badr. En daar zegt hij van, ik heb elke wedstrijd gewoon gekeken van hem. Ja. Hij heeft weinig knockouts gezien, vertelt hij over. En hij heeft bepaalde zwakheden probeert hij te bestuderen. Geef ik hem groot gelijk in. Daarentegen zegt Rico van, ik kijk eigenlijk niet naar wedstrijd. Geloof je dat? Dan lult hij toch. Ja. Lult hij toch, dat weet je net zo goed als ik. En dit is ook met hoe heet het.
Weet je, en natuurlijk, man, je ziet vanochtend een interview met Dennis Krabbel. Ja, het is ook maar een mens. Ja. Ja, en dan is eigenlijk zeg je, ja, ik schaat in mijn broek. Snap je? Dus en dat kan je niet weten als je niet kijkt, weet je niet. En ja. Natuurlijk, het is een beetje zonde dat hij dat zo doet, denk ik. Ik denk als hij gewoon wat meer bij zichzelf blijft, komt hij er veel beter uit. Ja, ja. Oké. Het is zijn keuze. Kijk, ik heb vanaf het begin gezegd, toen ik richting Japan ging, zeg ik altijd tegen alle vechters, luister, bekijk minimaal 2 partijen per dag van je tegenstander. Begin daar 1 of 2, 3 van tevoren mee. Dan ken je hem van haven tot god. Als je het niet doet, ja, is niet erg, maar dan doe je huiswerk niet. En kom je weer als je huiswerk gemaakt hebt. En je werd verrast door een draaitrap. Oké, hoe dan? Ja. Snap je? Ja, ik snap het. Dus ja, je moet het gewoon bekijken, vind ik. En anders ben je er niet mee bezig. Oké. En wat ga jij vandaag, morgen, overmorgen nog doen voor jezelf, om jezelf klaar te maken voor de wedstrijd, Mike? Ik ga zo meteen mijn koffer pakken. En dan gaan we richting Arnhem. Zitten we in een hotel daar. Ja. En ja, dan vanavond dan neem ik meteen de rest van de vechters mee. En gewoon eens even installeren en even later ontbijten. Dan wordt het alweer tijd om te gaan slapen. Volgende dag ontbijten. Dan hebben we rules meeting, de weging. En dan wordt het voor de jongens die zijn een beetje afvallen, een beetje aaneten. Ja. Die andere mensen moeten gewoon eten. Want je hebt toch natuurlijk je kracht nodig. En dan gaan we zo een beetje zo de hele dag door. En dan misschien even naar de film of zo. Ja, ja, zoiets, weet je. En dan. Volgende dag dan word je weer wakker, dan ga je ontbijten. Dan gaan wij meestal, tenminste met een paar van die trainers, gaan we even een bakje koffie drinken. Ja. En dan wordt het tijd om terug te gaan, dan gaan we weer eten en dan tas pakken en dan gaan we op de bus. Zijn er voor jou nog rituelen die jij moet doen? Moet jij nog 3 keer bidden? Moet jij nog een keer een verkeerde sok aantrekken? Of, Nee, ik had vroeger misschien wel last van, maar... En heeft Badr die? Een wijs man, Charlie Joost. Bijgeloof is een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja, dus ja. Die heb ik toen meteen maar even een beetje afgeschaft. Ja. Weet je. En soms denk je wel, oh, wat deed ik toen, man? Ik heb het niet. En Badr, zover ik weet ook niet. Okay. Zover ik weet ook niet, weet je niet. Nou, hij is vrij nuchter altijd. Weet je, ik ben ook wel in Japan geweest. Ik zeg, hey, shit man, ik ben een verkeerde broekje meegenomen. Ja. Ja. Oké, dan trek ik die toch aan. Ja. 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 Snap je? Ja. En er zijn toch wel dingen waar toch echt vechters echt zwaar in de problemen raken. Ja, die roepen gewoon van ik moet dat broekje hebben. Ja. En ik moet dat shirtje hebben. En ik moet dit hebben. Ja. En toen met Melvin, die was een mutsje kwijt. Ja. En we staan in Londen. Ja. En hij zei, ja, tegen Oscar, ga even mijn mutsje halen. Natuurlijk, hoe moeten we dan naar Zandam? Even op dezelfde dag. En die man die gaat ons roepen. En hij zegt, ik vecht niet. Ik zeg, nee, maar ik ga het even bespreken. Ik zeg tegen die man, hij zegt, wat is er? Ik zeg, nee, niks man. Ik zeg, roep ons nou even zo laat mogelijk, dan komt het goed. Ja. Dus nou ja, lang vooral kort. Ik zeg, nou, laat ze nog even een beetje wat slaan. Je hebt toch je handschoenen en zonde. Ja. Ja, maar ik vecht niet. Nee, natuurlijk niet. Nou. En toen opeens werd er geroepen. Hij zegt, wat is er? Ik zeg, ze hebben een tas gevonden. Misschien zit een mutsje erbij. Ja. Loop even mee dan. Dus hij loopt en hij hoort opeens zijn naam roepen. Ik geef hem een gooi en hij staat er niet kennen. En nu, ik zeg, dansen. En hij danst. Ja, ja. Toen moest hij tegen Matthias Riccio. Ja. Dat is eigenlijk de start van zijn carrière geweest in MMA. Ja. Want daarna is hij doorgebroken en dat ging allemaal goed. Geweldig. Dus ja, je hebt het niet altijd nodig. Heb jij nog een woordje voor, Team Rico? Voor Team Rico? Ja. Ja, geniet ervan. Geniet ervan, weet je, geniet van de wedstrijd, geniet van alles. En dan gaan we dat nog een keer doen. Snap je? Ik bedoel, hetzelfde wat we vorige keer hadden, we pech. Ja. Trok aan het kortste eind. Maar oké, dat gebeurt, hoort bij de sport. Ja. En zo dat heb je een beetje pech. Ja. Maar voor de rest, kijk, zowel Rico als Dennis zijn fijne mensen in de omgang. Ja. Dus daar heb ik geen problemen mee. Alleen sport is sport. Ja. En tot zaterdag wordt het boos kijken en grommen. En daarna ja, dan geven we elkaar een hand. En dan is het over. Ja, dankjewel. Dankjewel Mike. Nou jongens, dat was het weer. Bedankt voor het kijken. Deel en like. En op naar de volgende. Hoes.